De Saramaccaanse stam heeft bijna alles in huis om zichzelf op te trekken uit de achtergestelde positie. Dit verzekerde grandma Albert Aboikoni tijdens een driedaagse Liokrutu het afgelopen weekend. Hij zegt dat vooral de Saramaccaners van het Boven-Suriname-gebied hun ontwikkeling in eigen hand moeten nemen. Zolang dat niet gebeurt, zal de ontwikkeling niet op gang komen. Deze driedaagse Liokrutu was de eerste grote vergadering van Grandma Aboikoni sinds hij op 12 augustus werd geïnstalleerd door president Desiree Boutersche. Uit omliggende dorpen uit de stad en vanuit het buitenland trokken aanhangers van Aboikoni naar zijn residentie te Asidohopo om de Liokrutu bij te wonen. De Grandma heeft onder meer gesproken over een speciaal fonds dat eind volgend jaar een feit moet zijn. Hiermee zullen belangrijke projecten worden gefinancierd. Ook wil hij verschillende coöperaties oprichten. Het groot opperhoofd heeft zijn tegenhangers Nasi Amina en Frans Banai opgeroepen tot verzoening. Aboikoni is van mening dat hun kennis goed gebruikt kan worden voor de verdere ontwikkeling van de stam. Adesso taki le famiglia na mina gramano. Mina noa hart gevoel tegenover noas masambe taki. Minoan Albert Aboikoni de Graman. Omdat hij voer of omdat hij doet zo'n zani of omdat hij doet zo'n zani. Mi comfortwerk alle dingen dat ik te. Me zien. Lek te. Ik te kwam boto. Dat abraga abrasi. Dat aboto gwe baka. Dat je snapu dat je lukufa aboto. E fara gwe. Je schaboto wel, maar je noemt de ina botomoro. Je daar abrasse ik ba. Dus, je noemt de ina botomoro voor abi bepaalde wraakgevoelens. Of mi pot een waarde oordeel over fasma en praxerif mi. Of omdat mi de agraman. A ene kasani sang me praxerif dat na. Mi sabtak den trasma, den ook tu abi kwaliteiten san de van odu fu uroko makandra, fu gotap mamoro heini fu. En solanga a verzoening na nga den, ook tu no fin presi, da ino mako bruik den kwaliteiten dati. De aanhang van Aboikoni is zeer te spreken over de Liokrutu. De plannen van het groot opperhoofd worden als apart beschouwd door zijn volgelingen. Mijn afbrok op onder zee. Dus, afonsa de se ja. Echt adewa busani gimi. Fu aliba. Want nanga afons, ik ga moro fara. Nanga a landbouw. Misref edu landbouw. Dus, if agramakas de kasseta landbouw san. Boom. Im abuma zekerheid. Tak temi prani dape. Apis doti. Apis pe me prani. Naf mi. En ik heb praat over de boodschap van de Libisma. Dus mijn persoonlijk, en niet mijn persoonlijk, want het is een zaal, dat is het bijna een heer Libisma. En of een gevaarlijk studie. Want dan kan de zaal ook nog bij wens, ook nog bij verwacht, nooit, ook conscient de jazz. Dus of een gevaarlijk studie, man. Ik heb het gevoel dat ik een ontwikkeling specifiek voor Luko Fa, Oesref Kantja, Oesref Gafesi. Want alle dingen die je noemt, dat je foto moet ontwikkelen. En ik vind dat boom, ik heb een dag uit de kerk, kom ik op een fonds, ik heb een voorbeeld, dan kom ik op een fonds, ik heb Luko Fa, Oesref Kantja, Raliba Gafesi. En dat vind ik heel belangrijk, ik knap neem bakken. Tot zover reacties van enkele aanwezigen op de driedaagse Liokrutu van Grandma Albert Aboikoni het afgelopen weekend. De vergadering stond in het licht van verzoening van de Saramaccaanse stam en de verdere ontwikkeling van het Boven-Suriname-gebied. De Krutu is op Asidongo gehouden.